Appingedam is een historisch stadje waarin Museum Mulman is gevestigd in een enorme herenboerderij uit 1860. Van harte welkom in Museum Mulman, wat een verlaten, desolate indruk maakt. Er is geen mens, maar er is wel een prachtige tentoonstelling over Jan Bankus, die precies 100 jaar geleden, april 1920, overleed. En ter nagedachtenis daarvan is deze tentoonstelling bedacht. Een heel belangrijk onderdeel van deze tentoonstelling is waarschijnlijk het allerlaatste werk wat Jan Bankus gemaakt heeft en wat tot nu toe onbekend was. Dat was tot voor kort deze rat, die ook niet helemaal is afgemaakt. Een gravure is dat. Maar nu blijkt dat hij ook een tekening heeft gemaakt van zijn enige zoon, Bijnt Bankus, die ook schilder is geworden. En in de periode dat hij eigenlijk ziek was, maar als je heel goed de brieven leest, tussendoor zit er een periode van een paar maanden waarin hij wel op was en ook wel dingen deed. En in die periode zou dit schetsje van zijn zoon gemaakt zijn, hier dan ongeveer 14, 15 maanden oud. En dat was voor het eerst niet zo duidelijk, omdat het passepartout tot hier zat. En hier is een kussenlijntje te zien. Hij heeft dus letterlijk boven zijn zoon gehangen om hem te tekenen. Het is een beetje een raar idee dat hij toen 15 maanden was, Bijnt Bankus, en Jan Bankus nog maar 5 maanden te gaan had. Een andere bijzonderheid van deze tentoonstelling zijn 3 aquarellen van Jan Bankus, die alleen maar door de familie gezien zijn en nooit door iemand anders. Er was 1 heel klein aquarelletje bekend, maar deze 3 helemaal niet. Dus het oeuvre is opeens met 400% toegenomen. Het is belangrijk, hij maakte ze eigenlijk een beetje voor Annie Zernike, met wie hij toen omging, met wie hij toen, verliefd was. En waarschijnlijk zijn het een soort ansichtkaarten van 1914, 1915. En dit is wel een heel typisch Bankus vogeltje. En wat leuk is, is dat het helemaal in blauw-grijs is. Maar hier zit toch een rode stip. En dat maakt het, ja, geeft de boel wel weer een extra accentje. Ook heel bijzonder in deze tentoonstelling zijn 3 voorwerpen die Bankus zelf heeft gehad en gebruikt. Deze wierookpot is gevuld met judaspenning en te zien als schilderij bij Museum Moor. Maar de pot zelf is hier echt in Museum Mulman. Wat ook heel erg leuk is, is deze ets met een schedeltje, reigerschedeltje en een origineel boekje erbij. Je ziet het hier, hoe hij dat heeft waargenomen en weergegeven. We staan hierbij wat ik ben gaan noemen de oergeit van Jan Bankus. Hij is uit 1912, zit vol met vlekken en vieze prakjes, maar het is een prachtig beest. Hij heeft hem 4 keer gebruikt voor 4 schilderijen. Hier zie je er 1 in de kalenderversie. Dit is gespiegeld natuurlijk, de etsversie. Waar ik ook ben van achtergekomen is dat de beroemde foto van Jan Bankus met de geit, tun, vaak wordt gezegd geit, maar het staan er 2, dat is deze geit. Dus hij is ook fotografisch vastgelegd. Dit is een portret van Arnie Zernike, een beetje uit de tijd dat Jan Bankus en zij elkaar leerden kennen. En dit portret is ook vergeleken met het portret van Bijnt Bankus, om te zien of daar een soortzelfde manier van tekenen in zit. En in het boekje wordt dat nagegaan voor de ogen, het haar en de kin. En dat blijkt aardig overeen te komen. Dit is de parelhoen die Jan Bankus in ieder geval 1 keer geschilderd heeft en waarvan hij ook deze houtgravure heeft gemaakt. En hij noemt het de parelhoen ook 1 keer in zijn brieven als een opgezet exemplaar die hij zich herinnert bij een slager gezien te hebben in Meppel. Onder in tentoonstelling en begeleidend boek is dat ook het geboortehuis van Jan Bankus nu ontdekt is in Meppel. En dat
dat daar ook een foto van gevonden is uit 1897. Dus Mankes was toen 8, 9 jaar. En de foto is gemaakt omdat er twee marechaussées op te zien zijn. Maar het huisje met het dakkapelletje daarachter, dat is het huis waar de familie Mankes woonde. Wat minder bekend is, is dat Jan Mankes, net als Van Gogh overigens, ook heel veel brieven heeft geschreven. In totaal ongeveer 500. Die zijn allemaal grotendeels in het bezit van RKD, Rijksdienst voor Kunsthistorische Documentatie. Maar ze missen er 21 en die zijn hier in het Museum Meulman te zien. Waaronder de beroemde verlovingsbrief van Jan Mankes, waarin hij zegt: Amis, het wonder is gebeurd, ik ben verloofd. Een prangende vraag is, trok Jan Mankes wel eens wat over of was hij altijd origineel? Hij trok wat over. Hier heeft hij in een anatomieboek van een koe flink zitten grasduinen. Denk om zich die koe goed eigen te maken. Die boeken bestonden, hier ligt een voorbeeld ervan. Tijdens de tentoonstelling is ook een boek verschenen waarbij al die Mankes-sporen worden gevolgd. Dat is te koop, ook via de website. En los daarvan hoop ik u allemaal later in dit museum weer met kort haar te kunnen ontvangen. Want u begrijpt, dit is een coronadingetje. Tot later, tot ziens. Hoi.